Vaart, goedenavond kijkers en welkom bij deze live uitzending vanuit de Anthony Nesty Sporthal. Dan mag ik dat goed zeggen, vanuit de Anthony Nesty Sporthal bij de hele, hele belangrijke competitiewedstrijd van de Surinaamse Zaalvoetbalbond. Het gaat tussen Styx en Mengau. Waarom belangrijk? Nou, Styx die is de koploper. Styx is het team dat nu ver voor iedereen staat. En Mengau staat op de tweede plaats, maar Mengau die zit in een squeeze een beetje. Want ze zijn slechts 3 punten voor op Kabel Boys en moeten proberen om hun tweede plek te beschermen. Er zijn na deze wedstrijd nog 2 wedstrijden voor elke ploeg. En dat geeft toch wel aan hoe belangrijk deze wedstrijd is. Het zijn trouwens de 2 ploegen die, de 2 ploegen die het best gepresteerd hebben vanaf het begin van de competitie. Styx en Mengau. En vanavond is inderdaad een thriller. Het is heel mooi te zeggen dat Styx 9-voudig kampioen is. Dat Mengau 8-voudig kampioen is. En dat geeft alleen maar aan hoe deze 2 ploegen de zaalvoetballerij gedomineerd hebben de afgelopen periode. Mooie wedstrijd. We gaan zo zoetjes aan naar het eind van deze competitie toe. En daarna komt de play-off. Maar het belang van deze wedstrijd is zeker voor het team van Mengau heel, heel erg groot. We brengen deze wedstrijd live. U kunt daarvan genieten. De ploegen die komen nu het veld op. We zien dat Mengau reeds op het veld is. Mengau in rood-zwart gekleed. En straks komt het team van Styx het veld op. We gaan nu ons verplaatsen richting de monitor, zodat we van start kunnen gaan met de live uitzending van deze competitiewedstrijd van de Surinaamse Zaalvoetbalbond tegen Styx, tussen Styx en Mengau. Wat u nu ziet is het team van Mengau met de rood-zwart dwarsgestreepte shirts. En aan de andere kant staat het team van Styx. Die zijn helemaal in het rood gekleurd. Dit is op dit moment de titelverdediger. Dit is de ploeg die nu de koploper is in de competitie. En dit is de ploeg die het over enkele ogenblikken zal opnemen tegen het team van Mengau. De wedstrijd zal geleid worden door de arbiters Vijay Kumar Dargahi en Anthony Terborg. De ploegen zullen dus de groet doen. En terwijl u kijkt naar de teams, kan ik u zeggen dat bij het team van Styx zullen starten Johannes Dankooi, Brito, Nazario Doesburg, Roger Emanuelson en Serge Hazelnoek staat in het doel. Aan de zijde van Mengau zien we dat zullen starten Paleta, dat is een Braziliaan die ook wel genoemd wordt Tuta. Verder staat in het doel van Mengau Ryan Plein, Junior die staat er, Fabian van Dijk en zijn broer Jermaine van Dijk. Dit is de starting 5 van Styx dus. En we zien daar aanvoerders op het veld. Starting 5 van Mengau, Paleta, Junior, Van Dijk, Fabian, Van Dijk, Jermaine en in het doel Ryan Plein. Er wordt gespeeld 2x20 minuten en het systeem bij de Surinaamse Zaalvoetbalbond is nu ietsje anders. Want op het moment dat de bal dood is, zoals ze dat zeggen, wordt de klok stilgelegd. En dus het zijn 20 effectieve minuten. Ramotar die is hier bezig met zijn spelers, Guillermo Ramotar. Hij is de coach van de ploeg van Mengau. In zijn tijd zelf een behoorlijk behendige speler. En de jongens van Styx met de laatste afspraken. Bij Styx is Michael Peel de coach. En verder zien we dus op de bank als technische staf Derek Garden, Steven Harpal, Rabinder Ajaiber Singh. En de verzorger, dat is Ganesh Sashi Kapoor. De starting 5 van Mengau staat er. En hier de yell van Styx. De yell van Styx. En daar zien we dus nummer 8, Paleta. Hij staat er met Fabian van Dijk. Met de andere Braziliaan Junior rechts in beeld. En Jermaine van Dijk is de man die het achterin voor elkaar houdt. En Ryan Plein staat in het doel van Mengau. Nou, de start van deze wedstrijd. En we begrijpen dat het zeker voor Mengau heel, heel, heel belangrijk is. Tuta met de bal, zoals hij genoemd wordt, de nummer 8.
Een goede aanval, de eerste aanval, maar nee, overname aan de zijde van Stix. Brito. Wahid Finissi. Het is kleine, zoals hij genoemd wordt, met zijn actie. Nee, de bal wordt over de zijlijn gewerkt door Tuta. De bal wordt nu helemaal teruggespeeld naar Serge Hazelnoek, de doelverdediger aan de zijde van Stix. Brito, de man die de lijnen uitzet. De kleine Doesburg hier. Helemaal op Dankooi. Brito, Wahid Finissi blijft lopen voor de doelmond. Dankooi. Op Doesburg. Balverlies. En dan gaat de bal over de zijlijn. Intrap. Stix. Het schot van Brito wordt gestopt door Jermaine van Dijk. En de aanval begint ook bij hem. Nou, een aderlating aan de zijde van Stix is natuurlijk het niet meespelen van Stefano Reijzel. Die zit in de nationale voetbalselectie. En die kan nu dus niet gaan zaalvoetballen. Stix moet het doen zonder Stefano Boero Reijzel, die toch wel een hele grote bijdrage levert bij het team van Stix. Intrap voor Mengau. Tuta. Kijkt. Speelt. Van Dijk. Jermaine van Dijk, het schot. Ketst af op Wahid Finissi. En de bal begint dus weer bij Junior. Nou, er is een stroom van Brazilianen die nu speelt in de zaalvoetbalcompetitie. Maar ze geven inderdaad wel kleur aan deze competitie. Fabian van Dijk. Junior. Jermaine van Dijk. Maakt zijn actie. Komt het schot? Nee, hij wordt gestopt door Dankooi. En dan een overtreding van Fabian van Dijk. Van Jermaine van Dijk en een vrije trap voor het team van Stix. Doesburg. De jonge Doesburg. Op Brito. Vindt Finissi. En dan is 1-0. Het is de speler Doesburg. Nazario Doesburg. Die na 2,5 minuut aantekent voor 1-0 Stix. Nou, en dat wordt echt wel komen voor de ploeg van Mengau. Zij hebben vooral de punten nodig. Jermaine van Dijk. Op zijn broertje Fabian. Maar de paas komt niet aan. En Hazelnoek, de doelman van Stix, die heeft de bal. Brito. Finissi. Op Doesburg. Er is veel beweging bij Stix. Dat zien we vanaf het begin van deze competitie. Heel veel beweging van niet alleen maar de bal, maar ook van de spelers. En dat maakt het erg moeilijk voor de tegenstanders. De loppaas van Brito komt niet aan. Junior. Fabian van Dijk. Op Tuta, Paleta is dat. De Brazilianen zijn heel behendig, dat is bekend van ze. Junior, de actie, het schot, corner, Mengau. 4 minuten gespeeld, 1-0 voor Stix. Hier nog enkele andere Brazilianen die zijn komen kijken naar hun landgenoten. Goeie pas op Fabian van Dijk en het schot in handen van Hazelnoek. Brito schakelt snel over, maar de pas komt dus niet aan. Doesburg.
En een intrap voor het team van Styx. Nazario Doesburg, die ontwikkelt zich langzaam maar zeker tot een van onze betere zaalvoetballers. Wahid Finissi, keiharde werker. Oh, daar gaat de bal voor langs het doel. En Doesburg komt dus niet aan de bal. Goede kans gaat hier verloren. De actie was van Wahid Finissi. Fabian van Dijk. Jermaine. Tuta. Neres Junior. Combinatie gebroeders van Dijk. Jermaine. Tuta. Gaat hij schieten? Doet hij niet dus. Oh, steal van Dankooi. Dat was bijna een steal. Intrap voor het team van Mengau. Tuta met Doesburg voor zich. Speelt op Junior. Terug op Tuta. Oh, wat een mooi doelpunt van Tuta. Het was een Braziliaanse combinatie. En in de zevende minuut maakt Mengau gelijk. Merels Tuta. Mooi doelpunt trouwens van deze Tuta. Roger Emanuelson is in het veld gekomen. Alex is in het veld gekomen. En ik denk David Azilva is in het veld gekomen. Slechts Nazario Doesburg is blijven staan bij het team van Styx. En dan de overschakeling. Fabian van Dijk. Wordt omringd door spelers van Styx. Maar daar houdt Mengau dus een intrap aan over. Nou, David Silva die moet dus zijn oorbellen eraf doen. Hij is gewisseld daarvoor. Ja, dat moet je toch weten, Davy. Pas op dat je oor niet eraf rukt. Voorzichtig, jongen. En dan Kooi is weer in zijn plaats gekomen. Tuta op Junior. Mooie actie van Tuta wordt neergelegd door Nazario Doesburg. En een gele kaart voor Doesburg. Er is geen Doesburg, dat is de speler Koen Koen die is komen invallen. Joel Koen Koen. Ook zo'n jonge zaalvoetballer die het heel goed doet. De vrijtrap van Junior gaat over het doel. Dus Koen Koen die krijgt een gele kaart. En dan een gele kaart voor David Silva. Waarschijnlijk een niet correcte wissel. Van David Silva. Levert hem dus geel op, zegt arbiter Terborg. Ja, Davy moest naar de zijlijn vanwege het feit dat hij nog oorbellen aan had. Kwam dus op een niet correcte manier het veld in. En kreeg daarvoor de gele kaart. Emanuelson. Davy. Op Joel Koen Koen. Verlies van Koen Koen. Nou, niks aan de hand, zegt de arbiter. En Styx mag weer opbouwen. David Silva. Alex. Op Koen Koen. En dan krijgt Koen Koen de bal. Wow, mooie inzet, maar goed gestopt door doelman Ryan Plein. Hele mooie save van doelman Ryan Plein na de inzet van Joel Koen Koen. De opbouw van Styx. David Silva. Een dieptepaas komt niet aan. En tenslotte komt de bal bij Serge Hasselnoek. En daar weer David Silva voor het team van Styx. Joel Koen Koen. Emanuelson. Veel beweging bij de ploeg van Styx. Davy probeert het. En dan Roger. Kan hij schieten? Nee, hij schiet niet. De bal komt bij Alex. Diep op Koen Koen.
En dan weer de opbouw. David da Silva. Max de actie. De bal is op zijn linkerbeen. Doet niet. Het schot van Roger Manuelson. Maar de bal gaat over de zijlijn. En het is een intrap voor Stix. Roger. Davy. Alex. Geduld bij het team van Stix. Roger Manuelson. Wordt gestopt door Tuta. En Stix speelt de bal gewoon rond om Mengo eruit te trekken. Dat gebeurt dus niet. Tuta. Op Van Dijk. We zien een wissel bij Mengo. Fabien Van Dijk is eruit en Gregory Richters is erin. En voor de mensen die zaalvoetballen zorgen, Gregory Richters, die zat het vorig jaar nog bij Stix. Werd kampioen met Stix. En een gele kaart voor Roger Emmanuelson. Na een overtreding op Tuta. Ja, de nummer 10, dat is dus bij Mengau. Dat is Gregory Richters. Veelscorende spits, vorig jaar nog bij Stix. En heeft nu de overstap gedaan naar Mengau. Vrijtrap van Mengau, Tuta. Junior. Germain. Oprichters. Verliest de bal aan Alex. En dan Davy, die wat ruimte heeft. Nu niet meer. Davy blijft een balbezit tegen de paal. En dan de overschakeling van Mengau. Het schot van Richters. Via de verdediging over de zijlijn. Intrap voor het team van Mengau. En coach Derek Garden die was daar niet zo tevreden over de actie. Het schot van Davy kwam dus tegen de paal aan. En nu gaat Mengau weer opbouwen. Doelman Plein. Speelt diep. Davy da Silva. Alex. Koen. Davy heeft een hele goede actie. Erg behendig. Deze Davy da Silva. En dat gebruikt ook heel goed. Daar is hij. Speelt terug op Alex. De verdediging van Mengau die staat er wel. Koen op Davy. Het schot van Davy naast het doel. Dit is nog de herhaling van het schot van Davy. En ondertussen Joel Koen terug op Davy da Silva. We zijn bijna op de helft van deze speelperiode. En het schot van Davy wordt gestopt door doelman Ryan Plein. Tuta neemt over. Oh! En de overtreding is voor Tuta. Ja, de arbiter moet natuurlijk een beslissing nemen. En een indirecte vrije trap voor het team van Stix. Alex op Emmanuelson. Davy. Nou, deze Davy da Silva is een doorn in het oog van elke verdediging. Hij is bewegelijk, hij is behendig. Hij zal continu in de gaten moeten hebben wat hij doet. En dan weer een wissel. We zien dat Gregory Richters weer eruit gaat. En dat Giovanni Walder in is bij Mengau. Brito is weer in het veld. En Romeo Jomena. Ryan Plein werpt uit. Tuta. Richting Waal. Het schot van Waal. Naast het doel. Nou, goede snelle actie. Tuta en Giovanni Waal. Maar het schot van Waal gaat naast het doel. Brito is terug. En Stix wisselt gewoon heel vaak. Brito is er, Lucas is er. We zien dat ook. Urvin Remak erin is. En steeds vers bloed voor het team van Stix.
overschakeling Jermien van Dijk. De actie van Van Dijk. Hij wordt goed op de huid gezeten door Erwin Remak. Hij wordt neergelegd door Romeo Jomena. Dat is een directe vrije trap. Ja, er was contact inderdaad. Niet opzettelijk, maar er was contact. En een vrije trap voor het team van Mengau. Komt de vrije trap helemaal terug op Giovanni Waal. Alex Tuta. En Tuta wordt tegen de vlakte gewerkt. Dit is een rode kaart voor Erwin Remak. Even weer kijken naar de actie. Ja, een rode kaart voor Erwin Remak. En dat betekent dat de komende 2 minuten het team van Styx met 1 man minder zal moeten spelen. David da Silva, die wordt in het veld gebracht. We zien dus da Silva, Lucas en Brito op het veld bij Styx. Terwijl Erwin Remak naar de kleedkamer moet. Ja, Erwin Remak naar de kleedkamer. Dat is het gevolg van de rode kaart die hij kreeg. Nog 8 minuten en 47 seconden. Het schot wordt gestopt. En dan de overschakeling. Brito. Naast het doel. Naast het doel. Geschoten door Brito. Dat was een hele snelle omschakeling. En dan mag Mengau weer gaan opbouwen. Waal en Richters die zijn erin. Tezamen met Jermien van Dijk. En Alex. En we horen de zoomer gaan. Dat betekent een time-out voor het team van Styx. Nou, dit is toch wel een ommekeer in de wedstrijd. De rode kaart van Erwin Remak. Want hierdoor heeft het team van Mengau 2 minuten de gelegenheid om met 1 man meer te spelen. We zien Achai Bersing dus hier instructies geven. Links in beeld staat de andere coach, dat is Derek Garden. En Lucas die zet zijn schoenen goed vast. Nog voor zo'n belangrijke wedstrijd geen geweldige publieke belangstelling. Terwijl we hier zien de time-out bij Mengau. Coach Ramoutar. En op het veld heeft hij dus Alex, Jermien van Dijk, Gregory Richters en Giovanni Waal. En het doel staat nog steeds Ryan Plein. Het is een time-out. En zometeen de laatste 8 minuten en 21 seconden. De stand is op dit moment 1 voor Styx en 1 voor Mengau. Nou, Styx is de absolute koploper in deze competitie tot nog toe. Dat zal ook zo blijven. Mengau staat nu op de 2e plaats. Maar 3 punten achter Mengau staat Cable Boys. En daarna krijgen we dus de Lions. De play-off ploegen die zijn bekend in de hoofdklasse. Mengau zal druk moeten zetten. Terwijl we zien dat Styx het veld heel breed houdt. Lucas op Daffy. Ingooi voor Mengau. Ze moeten echt proberen om voor de 2 minuten te scoren. Daffy. Op Lucas. En aan de overschakeling. Het schot van Alex gaat voorlangs het doel. Het was een snelle omschakeling. En dan het schot van Alex voorlangs het doel. Waal op Richters. Het schot van Richters wordt geblokt. En David da Silva. Grote druk wordt gezet door het team van Mengau. Jermien van Dijk. Op Alex. Terug op Jermien van Dijk.
Een corner voor Mengao. Richters zal deze corner nemen. Overname van David da Silva. Lucas. Brito staat vrij. Het schot. Gekeerd door doelman Plein. En dan een slechte pas van Giovanni Waal. Want daar zat een hele goede omschakeling in. Nog iets meer dan 7 minuten te gaan in deze eerste helft. De stand nog 1-1. Stix nog steeds met 3 man. Dat zal niet lang meer duren. Overname. En corner voor Mengao. En Mengao vraagt dus een time-out. Ja, Stix speelt nu al bijna 2 minuten met 3 man. Na de rode kaart van Irvin Remak. Maar het team van Mengao heeft daar nog geen gebruik van kunnen maken. Hier de technische leiding van Mengao. Ramoutar. En je hoort Ramoutar steeds schreeuwen. Rustig, gebruik je tijd. Heb geen haast. Maar dat leidt steeds tot verkeerde passes. En tot nog toe heeft Mengao dus geen gebruik kunnen maken van de numerieke meerderheid. De stand nog steeds 1-1 met 7 minuten en 8 seconden te gaan. En de instructies aan de zijde van Stix, voornamelijk door Owe Ajay Bersing en Derek Garden. Terwijl hier Michael Peel staat vermeld als de hoofdcoach. Hij zit er ook, maar de instructies in de timeouts komen meer van Derek Garden en Rabinder Ajay Bersing. Hele spannende wedstrijd tot nog toe. Met ploegen die elkaar goed in evenwicht houden. Een beetje andere speelstijl van de twee ploegen. Stix met veel balbeweging en veel spelersbeweging. Terwijl de ploeg van Mengao een beetje op de traditionele manier speelt. En we zien dus een wissel. Giovanni Waal gaat eruit. En Alex, die gaat erin. Dus we hebben bij het team van Mengao Alex, Tuta, Junior en Jermaine van Dijk. Terwijl Stix nog steeds met 3 man speelt. Tuta. Van Dijk. Dat is de intrap voor het team van Stix. David da Silva. En aan de dieptepaas wordt gestopt door Tuta. Alex. Alex krijgt de bal nu en het schot van Alex gaat over het doel. Het zal niet lang meer duren voordat het team van Stix de vierde man erbij mag brengen. Overtreding van David da Silva. En de aanval van Mengao. Gestopt door doelman Hazelnoek. En dan de uitworp. Tuta in balbezit. Speelt op Junior. Terug op Tuta. 6 minuten te gaan. De vierde man van Stix is erbij en dat is Romeo Jomena. Het is weer 4-4. Mengao heeft geen gebruik kunnen maken van de numerieke meerderheid. Junior op Alex, overname. Jomena, zal hij schieten? Nou, goed gestopt door doelman Ryan Plein. En dan Tuta. Wordt gehinderd door David da Silva, maar wordt niet gefloten. Daffy schakelt snel om, het schot van Daffy. Bij Alex. Brito, het schot van Brito. Tegen de verdediging aan. En dan nog een keer Brito. Het schot van Alex over het doel. Over het doel geschoten. Door Alex. En we zien dat weer een steal. Brito met het schot. Nee, hij wordt gestopt door Richters.
Brito maakt zijn actie. Jomena. En dan de omschakeling. Oh, daar komt Richters te vallen. Waardoor deze kans dus verloren gaat. Da Silva. Op Alex. Brito. Jomena vraagt, maar krijgt dus niet. Brito nu wel op. En nu krijgt Jomena nog wel. En de lop van Jomena gaat rakelings over de deklat. En het blijft dus 1-1. Intrap voor Mengao. 4,5 minuut nog te gaan in deze eerste helft. Jomena. Jomena nog steeds. Verkeerde pas Jomena. Maar Stix houdt daar een intrap aan over. David da Silva. Brito. Het schot van Brito gaat over het doel. Het wordt een doeltrap voor Mengao. Doelman Ryan Plein mag dus uitwerpen. Hij doet het lang. Verkeerde paas aan de zijde van Mengao. Het is een hele strakke wedstrijd. De ploegen geven elkaar weinig ruimte om echt te voetballen. En hier coach Ramoutar van Mengao. Mengao heeft de punten keihard nodig. Brito. Alex. Brito. Terug op Brito. Mooie actie van Brito, maar het schot gaat dus naast het doel. Hij krijgt een mooie paas van David da Silva. Maakt een goede actie, maar zijn schot gaat naast het doel. Richters, met zijn actie nu wordt gestopt. Romeo Jomena. Op Alex. En Alex scoort. In de 17e minuut. Maakt Stix er 2-1 van. Middels Alex. Of is dat Lucas? Dat is Lucas die scoort. Dat is Lucas die scoort. En er staan dus 2-1 voor Stix. Nog 3,5 minuten te gaan ongeveer. Het lijkt nog een beetje onwennig voor Gregory Richters om te spelen tegen een ploeg waar hij jaren gespeeld heeft. Lucas. Jomena. Brito, maar de bal komt niet bij Jomena. Dan Alex. Alex die speelt bij Mengao. Ja, een beetje verwarring met de Brazilianen. Er staan zoveel Brazilianen op het veld. En Brito werkt de bal weg voor de voeten van Gregory Richters. Junior op Alex. En Brito met een sliding verdedigt hij deze bal. 2,5 minuten te gaan in de eerste helft. Er staan nog steeds 2-1 voor het team van Stix. Richters. Intrap Mengao. Alex ontvangt. Speelt op Junior. Wordt van de bal gezet. Jomena op Brito. En dan de snelle omschakeling. Wordt dit een doelpunt? Oh, Gregory Richters laat een levensgrote kans liggen. De paas kwam van Alex. En hij had echt beter gekund. Gregory Richters eruit en Fabian van Dijk erin. Vrije trap voor Stix.
2 minuten te gaan in deze eerste helft. Styx 2, Mengau 1. Doelman Plein staat klaar. Lucas. De arbiter geeft aan waar de bal moet. We zien Lucas en Isaki achter de bal. En Plein regelt zijn muur. Isaki loopt. Lucas schiet tegen de muur. En een gele kaart voor Lucas. En Achai Bersin vraagt zich af wat er aan de hand is. Ja. De vrije trap blijft voor Styx. Lucas en Jomena nu achter de bal. Wachten op het fluitje, zegt de arbiter. Lucas gaat trappen, denk ik. Nee, of is het Jomena? Hij stapt over. De pas van Lucas. En het schot van Lucas gestopt door Doelman Plein. Fabien van Dijk loopt zich vast op Isaki. En een intrap voor het team van Mengau. De gemoederen raken een beetje verhit, dat is begrijpelijk. De spanning is ontzettend groot. De paas op Fabien van Dijk. Verliest de bal. En Jomena neemt over. Het schot van... Nee, het is een paas. Jomena controleert niet goed en hij schiet de bal dus naast het doel. Dat had beter gekund. En dan mag Mengau weer opbouwen. Dit is de herhaling. Jomena komt goed in balbezit. Verliest eigenlijk wat balans. En schiet de bal naast het doel. Hazelnoek. 1 minuut 20 seconden te gaan. Styx staat voor met 2-1. Roger Emmanuelsson diep. Paas komt goed aan het schot. Maar het schot van Lucas gaat naast het doel. Omdat doelman Plein dat voorkwam. Intrap Mengau. Jermaine van Dijk. Tuta. Junior. Weer op Tuta. Het schot van Tuta naast het doel. Het schot van Tuta gaat naast het doel. Minder dan 1 minuut te gaan in deze eerste helft. Duel hier. En er paas op Roger Emmanuelsson. Isaki. Op Lucas. Terug naar Isaki. Ja, en dan komt de bal keihard tegen mijn monitor aan. En zijn intrap voor het team van Styx. Lucas trapt de bal over de achterlijn. Heel weinig tijd nog. Dat zeggen de coaches van Styx. 23 seconden te gaan. Derek Garden die zegt terugvallen jongens. Gewoon die bal verdedigen. Laten we de rust ingaan met een voorsprong van 2 tegen 1. Van Dijk. Junior op Tuta. Het schot van Tuta gaat rakelings over het doel. En de laatste seconden die tikken weg. Dit is Tuta die het schot loste. Een intrap voor het team van Styx met nog 5 seconden te gaan. Isaki brengt de bal voor het doel. Nee, lukt niet. 3 seconden te gaan met een inworp voor doelman Ryan Plein. Nee, het is een intrap. Tuta gaat de intrap nemen. Ja, wat is er mis met die bal? Andere bal voor de laatste 3 seconden in deze wedstrijd. En het laatste signaal in deze eerste helft in de wedstrijd tussen Styx en Mengau. De ruststand is 2-1 in het voordeel van Styx.
De doelpuntenmaker bij Styx waren Nazario Doesburg. Dat was heel vroeg in de derde minuut. Daarna maakte Tuta gelijk voor Mengau in de zevende minuut. En in de 17e minuut was het Lucas die Styx op voorsprong bracht. En de rust dan dus 2-1. We nemen een korte break en zijn straks terug met de tweede helft live. Welkom terug, dames en heren, bij de live ontmoeting vanuit de Anthony Nesty Sporthal. Tussen de ploegen van Styx en Mengau. Het is in die zin een hele belangrijke wedstrijd, omdat het gaat om de nummer 1 en de nummer 2 in de competitie tot nog toe. De play-off ploegen voor de hoofdklasse die zijn al bekend. Styx en Mengau behoren tot die play-off ploegen. En verder heb je er dus Lions en Kabelboys. Styx heeft gedurende deze competitie ernstig gedomineerd. Styx heeft heel erg gedomineerd in deze competitie. En zal deze competitie ook als nummer 1 afsluiten. Voor Mengau is het ietsje anders. De resten na de ontmoeting van vanavond nog 2 wedstrijden voor elke ploeg. En Mengau staat slechts 3 competitiepunten voor op het team van Kabelboys. Dus wat de tweede plaats betreft kan er nog van alles gebeuren. Die andere ploeg, dat is het team van Lions. De ploegen komen zo meteen weer uit de kleedkamers. De ruststand is 2-1. Styx scoorde eerst. Middels de speler Doesburg. Daarna maakte Mengau gelijk. Middels de Braziliaan Tuta. En een andere Braziliaan in dienst van Styx. Dat is Lucas. Die bracht Styx op voorsprong. Dat gebeurde in de 17e minuut. De Surinaamse Zaalvoetbalbond die bereidt zich voor op de komende play-offs. In alle categorieën, in alle klassen van deze competitie zullen er dus play-offs gespeeld worden. En dat wordt inderdaad een heksenketel hier in de Anthony Nesty Sporthal. De titelverdediger is het team van Styx. Ze zijn 9-voudig kampioen, dat is een record. Ze zijn de afgelopen 2 jaren kampioen geworden en het is nog nooit aan een team gelukt om 3 jaren na elkaar kampioen te worden in de Surinaamse zaalvoetballerij. En dat betekent dat Styx dus weer zijn record kan verbreken als ze dit jaar kampioen worden. Dan is Styx de eerste ploeg die 3 keer op rij kampioen is geworden. Mengau is 8-voudig kampioen. Dat betekent dat we hier 2 ploegen hebben die samen reeds 17 kampioenschappen op hun naam hebben geschreven. En dat geeft toch wel de consistentie en de kracht van deze 2 ploegen aan. Vanavond blijkt het ook. Krachtsverschil niet echt groot. 2-1 bij rust. En de laatste 20 minuten zullen dus bepalend zijn wat betreft de eindstand van deze ontmoeting. We zien dat de jongens van Mengau iets op het veld zijn. We zien Fabien van Dijk, we zien Tuta Junior rechts in beeld. En de andere man is Jermaine van Dijk. En in het doel van Mengau staat dus Ryan Plein. Het wachten is op de ploeg van Styx. Ja, sinds de komst van de vele Brazilianen in de zaalvoetbalcompetitie komen er ook heel veel Brazilianen naar de zaalvoetbal kijken. Styx komt het veld op. Brito de aanvoerder. En we zien in elk geval als starter in de tweede helft Isaki, nummer 7, Lucas, nummer 14, Wahid Finissi, die bij de bal staat. En we zien David da Silva het veld opkomen. En het doel zal waarschijnlijk staan in het doel van Styx. Staat nu Fabien Walker. De tweede helft is dus begonnen. Het schot van David da Silva gaat over het doel. Kom,
Van Dijk. Tuta. Nog steeds Tuta. Diepe paas komt niet aan en David da Silva met de overschakeling. Faïd Fidisi loopt, krijgt, schiet. Maar Ryan Plein die stopt deze inzet. Davi. Isaki, Davi. Overname Tuta. Met Davi tegenover zich. En dan de omschakeling. Isaki. Op Faïd Finissi. Naar Davi da Silva. Helemaal aan de andere kant. Maar die laat de bal over de zijlijn gaan. Het is een intrap voor het team van Mengao. Lange paas richting Fabian van Dijk. Zet voor, maar Tuta was nog niet daar. En Stix mag dus weer aanvallen. Tempo schijnt. In elk geval is de tweede helft in een hoog tempo begonnen. Isaki. Lucas. Isaki. Finissi. Lucas. Het schot van Lucas. Op de verdediging van Mengao. En dan mag Van Dijk weer opbouwen. Fabian van Dijk. Lange paas richting Tuta. Isaki wordt neergelegd en het is een overtreding van Tuta. Vrije trap voor Stix. 2 minuten gespeeld. Stix staat voor met 2-1. Ja, het veld moet worden afgedroogd. Dat is heel belangrijk bij deze snelle sporten zoals basketbal en zaalvoetbal. Fabian Walker die staat nu in het doel van Stix. Hij is in de plaats gekomen van Serge Hasselnook. Lucas Isaki. Lucas. Finissi. Finissi nog steeds. Het schot van Finissi. Doeltrap. Voor Mengao. Uitworp van Ryan Plein. Wordt gestopt door Lucas. En Lucas laat de bal op een gekke manier over de zijlijn gaan. Dat houdt in een intrap voor het team van Mengao. De stand nog steeds 2-1 in het voordeel van Stix. Overtreding Mengao. Vrije trap. Stix. Isaki. Waïd Finissi. Lucas. Davi da Silva. Isaki. Davi. De actie van Davi. Het schot van Davi. Geblokt door Tuta. Geblokt door Tuta. Waïd Finissi. Op Davi da Silva. Isaki. Waïd verliest de bal. Aan Alex. Handsbal is dat. En een gele kaart voor Alex moet dat zijn. Nee, dat is Junior van Mengao. Isaki. Davi. Isaki. Davi. Heel behendige jongens, deze Brazilianen. Het schot van Lucas gaat over het doel. Nou, heel duidelijk is dat team van Stix. Hier de herhaling van het schot van Lucas. Een hele korte dekking past Stix toe.
En dat leidt tot veel balverlies en snelbaar verlies van het team van Mengao. Die kunnen tot nu toe nog niet in hun spel komen na ongeveer 3 minuten gespeeld te hebben in de tweede helft. Isaki. Daffy. Lucas. Daffy. Finissi. Op Isaki. Goede balcirculatie bij het team van Styx. Ja, de 1-2 die mislukt. En het is een intrap voor Mengao. En coach Ramotar die zal zaken anders moeten aanpakken. Zijn ploeg wordt danig onder druk gezet. Intrapt. Richters is het veld opgekomen. Had niet veel geluk in de eerste helft. Een goede paas richting Junior. Maar de bal komt bij Fabian Walker. Daffy. Nou, 4 Braziliaanse veldspelers bij Styx. Daffy da Silva. Op Lucas, het schot van Lucas gaat naast het doel. Er wordt kort gedekt bij Styx, dat is heel duidelijk. Hier Lucas nog. Met het schot naast het doel. Tuta Junior. Walker. Het spel van Mengao komt tot nu toe helemaal niet uit in het eerste gedeelte van deze tweede helft. Brito. Isaki. Daffy. Lucas. Brito. Lucas. Brito, geduld bij het team van Styx. Terwijl spelers blijven lopen. Daffy. Naar Isaki. Krijgt Daffy de bal terug? Ja, hij krijgt hem terug. Nee, de bal gaat naar Brito. Terug naar Isaki. Lucas, Isaki. En Daffy laat de bal dus over de zijlijn gaan. Intrap voor Mengao. Ik denk dat Junior de intrap zal nemen. Hij houdt het rustig. Ja, inderdaad. Ze hebben het nodig om zaken weer voor elkaar te krijgen. Niet gefloten door de arbiter Brito. En het schot. Wat zegt de arbiter? Dat is een hoekschop. Lucas terug op Isaki, helemaal terug naar Walker. Speelt lang op Brito, de bal komt niet aan en Tuta die mag beginnen. Richters. Junior. Junior op Richters, het schot van Richters. En een hachelijk moment daar voor het doel van Styx. En daar houdt Mengao een intrap aan over. Richters. De bal helemaal terug naar Ryan Plein. Tuta. Junior. Op Richters. Die vindt Van Dijk. Tuta. Nog steeds Tuta. Vindt Richters. En wat is dat? Dat is een overtreding. En wat een protest. Wat een protest. Tegen deze beslissing. Maar arbiter Terborg. Die fluit. Het is een directe vrije trap. En er wordt zwaar geprotesteerd. Aan de zijde van Styx. Maar het is één vrije trap. Een directe vrije trap. En we zien achter de bal. Jermain van Dijk. Links van hem staat Junior. De muur van Styx. Gregory Richters houdt daar een intrap aan over. 6,5 minuut gespeeld. Styx die gaat aanvallen.
Brito. En aan het schot. Nee, het is een paas. Mooie paas op Lucas. Maar hij kan niet afronden. De paas kwam van David da Silva. En Lucas kon dus niet afronden. Richters. Op Junior. Op Tuta. Wat doet Tuta? Speelt terug op Junior. Er is duidelijk minder beweging in de aanval van Mengao. Tuta schiet niet. De verdediging van Stik staat. Schot! Gestopt door doelman Walker. En Lucas laat de bal over de zijlijn gaan naar intrap. Dit is de eerste goede kans voor Mengao in deze tweede helft. Lucas. David da Silva verliest de bal aan Gregory Richters. Tuta. Op Junior. Oh, daar stond Richters dus niet. En hier een discussie tussen de coach van Stix en iemand uit het arbiterskorps. Brito maakt zijn actie. Nee, verliest de bal. Dat is een overtreding van Brito inderdaad. Hij hield vast. En het is een indirecte vrije trap voor het team van Mengao. Nog 12,5 minuten te spelen in deze tweede helft. Stix leidt met 2-1. Junior. Intrap voor Mengao. Balverlies Mengao. Romeo Jomena wordt gestopt door Jermaine van Dijk. Isaki. David da Silva. Tuta voor zich. Isaki. Brito. Linksbenig. Dat weet de tegenstander ook. Balverlies bij Stix. Tuta. Op Junior. Het schot van Junior in handen van doelman Walker. Brito. Zo behendig, zo cool. Verliest de bal. En Richters laat hier de kans liggen. De paas kwam van Junior. We staan nog steeds 2-1 voor Stix. Nazario Doesburg is het veld ingekomen. De arbiter fluit. Het is een intrap voor het team van Stix. De bal ging de tribune in. En we hebben nu dus Doesburg en Jomena, Brito en David da Silva bij Stix. Richters, Van Dijk, Tuta en Junior aan de zijde van Mengao. Davi, opbouw. Nazario Doesburg. Davi. Er is een intrap voor Mengao. Doesburg werd een beetje hard aangepakt en je ziet het aan zijn blik. En een wissel bij Stix. We zien dat Johannes Dankooi erin komt in de plaats van David da Silva. Paas op Richters. Werkt keihard deze Gregory Richters. Ook al loopt het nog niet zo geweldig bij hem vandaag. Maar hij werkt altijd hard. Overname van Dankooi. Maar hij vindt doelman Plein op zijn weg. Snelle overschakeling. En dat is een overtreding van Dankooi op Richters. Na een snelle uitbraak. En daar houdt Stix dus een gele kaart naar over. Die gele kaart komt op naam van Johannes Dankooi. En Mengao die mag een vrije trap nemen. We zien Tuta achter de bal. De muur van Stix.
wachten op mijn fluitje, zegt arbiter Dargahi tegen Tuta. Dan Kooi en Jomena in de muur. Dan de vrije trap. De paas richting Junior, die schiet. Neemt weer over en dan Brito. Op Dan Kooi, goede paas. Dan Kooi nog steeds. Goed verdedigd, nog steeds Dan Kooi een bal bezit. Maar dan gaat de bal over de zijlijn. Spannende momenten, goed verdedigingswerk van Tuta. En daar houdt Mengau dus een intrap aan over. We zijn op de helft van deze speelperiode, 10 minuten gespeeld. Overname Doesburg. Tuta. Op Junior. Blijft in balbezit. En dan krijgen we dus een intrap voor het team van Mengau. Junior. Op Fabian van Dijk. Tuta. Slechte paas van Tuta. Intrap voor Stix. Giovanni Waal is erin gekomen voor Mengau. Dan Kooi op Brito. Zeer behendig deze Brito. Oh, wat een mooie inzet van Brito. Maar de bal gaat over het doel. En we merken dat zodra het team van Mengau in balbezit is, er instructies komen van kort dekken. Ja, en het veld wordt dus gedroogd door Junior van Mengau. En doelman Ryan Plein mag de bal weer in het veld brengen. Waal neemt over. Naast hem. Oh, en wat een pech voor Richters. En goed keeperswerk van Fabian Walker. Jomena schiet voorlangs het doel. Doesburg op Jomena. Wordt van de bal gezet. Junior. Waal maakt zijn actie. En dan Junior gestopt door Fabian Walker. Corner voor Mengau. Nogmaals een corner voor het team van Mengau. Hier de herhaling. Het schot van Junior. Junior weer in balbezit. Maakt zijn actie. Schiet. En we horen de zoomer gaan. En het is dus een time-out. 8 minuten en 51 seconden te gaan. En hier dus de kant van Stix. Achai Bersing, die geeft de instructies. Het is een belangrijke wedstrijd voor hun. Stix wil deze wedstrijd niet verliezen. Ze willen een statement maken dat we ook de nummer 2 aan onze zegegaar kunnen binden. En aan de andere kant, coach Ramoutar, iets rustiger. Met Giovanni Waal, Fabian van Dijk, Junior en Gregory Richters die in het veld staan voor de ploeg. Bij Stix hebben we dus Doesburg, Emmanuelson, Jomena en Dan Kooi met in het doel Fabian Walker. 8 minuten en 51 seconden. Walker speelt lang op Doesburg. Goeie paas. Waal krijgt de gelegenheid. Maakt zijn actie. Het schot van Waal. Wat een save. Wat een save van Fabian Walker. Hele mooie actie van Waal. Maar de reflex van Fabian Walker is super. Junior.
Richters, het schot van Richters op de verdediging. Dan Junior. Ja, een beetje acrobatische omhaal. En de spanning steeg ten top. Mensen willen gaan staan nu. Jomena. Op Dankooi. Dankooi verliest de bal. Fabian van Dijk, het schot. No. Stix mag Fabian Walker erg dankbaar zijn. Hij houdt het doel schoon tot nog toe na enkele goede kansen van de ploeg van Mengau. Junior. Fabian van Dijk. Junior van Dijk. Mengau zoekt het gat. Fabian van Dijk. Op Richters. Hij kijkt. Giovanni Waal. Dan Junior. Het schot van Junior. Tegen de verdediging aan. En dan mag Stix weer gaan opbouwen. Jomena. Op Emmanuelsson. Die heeft wat ruimte. Paast goed op Dankooi. Nog ruimte. En onvoorstelbaar dat Johannes Dankooi deze bal naast het doel schiet. Alleen tegenover doelman Plein. Maar het lukt dus niet. Mengau met Waal. Die speelt een veel betere tweede helft. Een indirecte vrije trap voor het team van Stix. Dat is dus indirect. 7 minuten te gaan in deze wedstrijd. Achter de bal staat Roger Manuelsson. Hij fluistert iets in het oor van Romeo Jomena. In de muur Gregory Richters en Giovanni Waal. Het is een indirecte vrije trap. De bal moet dus gepaasd worden. Doet hij ook het schot? Tegen doelman Plein aan. En aan de opbouw van Mengau. Waal. Lange paas. Met de borst gespeeld door Richters. Komt niet aan. Doesburg. Maakt zijn actie. Verliest de bal. En het is een intrap voor het team van Mengau. De tijd gaat dringen voor Mengau. Dat weet coach Ramotar. Tuta. Junior. Op Waal. Op Junior. En dan Tuta met de kans. Dat is hensbal. Dat is hensbal. Ja. Dat is hensbal. Heel duidelijk. Daar komt de bal tegen de hand aan van Doesburg. Als het nou opzet is of niet. Dat bepaalt de arbiter. En als het een penalty is of niet. Dat bepaalt de arbiter. In elk geval een gele kaart voor Doesburg. Er wordt even afgestemd met de tafel. En kijken wat het besluit wordt. Het is een penalty. Penalty voor Mengau na hensbal van Nazario Doesburg in het gebied. De kans voor Mengau om op gelijke hoogte te komen met Stix. Giovanni Waal zal zich belasten met deze strafschop. In het doel Fabian Walker. De fluit van de arbiter, het schot, doelpunt. Hij doet dat in de 14e minuut van de tweede helft. Giovanni Waal. Nog 6,5 minuten te gaan in deze wedstrijd. Davi da Silva is terug bij het team van Stix. Emmanuelsson. Tuta neemt over. Junior op Waal. Fabian van Dijk. Waal. Tuta. Intrap voor Mengau. Nou, in elk geval heeft Mengau de gelijkmaker. Ongeveer 6 minuten te gaan in deze wedstrijd.
De wedstrijd heeft tot nu toe echt wel voldaan aan de verwachtingen. Junior schiet niet. De bal wordt hem ontnomen door Rocher Emmanuelson. Doesburg. Balverlies. Leek weer tegen de hand van Jomena. Jomena blijft een balbezit, maar nu dus niet meer. En deze dames die leven helemaal mee met de wedstrijd. Lijkt wel het strand van Copacabana. Junior. Emmanuelson tegenover zich. Heel behendig. En Giovanni Waal laat de bal klippen onder zijn schoen. Betekent een intrap voor het team van Stix. Spanning op het gezicht van coach Ramoutar. Davida Silva heeft wat ruimte. Verlies van de bal door Davida Silva. Junior. Nu veel meer rust bij het team van Mengao. Tuta. Junior heeft wat ruimte. Zal zijn actie maken. Terug op Tuta. Nee, de paas komt niet goed aan. En Stix mag weer gaan. Opbouwen. Rocher Emmanuelson. 5 minuten. Resten ons in deze wedstrijd. Isaki is terug erin. Daffy. Schiet op de defensie. En Jomena die mag dus gaan intrappen. Ja, de bal die ligt op een stoel daar op de tribune. Dus er wordt een andere bal gebracht in het spel. En de intrap voor Stix. Davy. Isaki. Davy. Isaki. Terug naar Davy. Isaki. Doesburg staat in het gebied. Nee, Doesburg staat er buiten. Jomena staat in het gebied. Davy da Silva. En daar wordt Jomena neergelegd. Penalty voor Stix. Penalty voor Stix nadat Giovanni Waal Alberto. Wat zeg ik nou? Nee, dit is Romeo Jomena neerlegde in het gebied. En Lucas zal deze bal trappen. Die instructie komt vanaf de bank. Nog 4 minuten te gaan. Lucas, het schot. Nou, bijna had doelman Pleinem. Maar hiermee brengt Lucas Stix weer op voorsprong. Vier minuten nog in deze wedstrijd. Waal. Tuta. Heel behendig. Goed verdedigd door Stix. Intrap voor Stix. Davy. Nou, Brito wordt erin gebracht, denk ik, om wat rust te brengen. Lucas gaat intrappen. Zullen zij van Stix zijn of van Mengao? Davy. Lucas. Brito. Het schot van Brito. Nou, goed schot moet ik zeggen. Wordt gestopt door... Oh! Dat was een goed schot van Brito. Nog net gestopt door... En daar wordt... Een Braziliaan tegen de vlakte gewerkt. Tuta wordt tegen de vlakte gewerkt door Davy da Silva. Davy probeerde te trappen. En zowel Davy da Silva van Stix rechts in beeld als Tuta. Die liggen op het veld met nog 3,5 minuut te gaan. De stand 3-2 in het voordeel van Stix.
spanning natuurlijk bij de mensen die zijn komen kijken naar deze wedstrijd. En zeker als je direct verbonden bent aan een van de ploegen. Beide spelers staan weer. Kijken wat de arbiter beslist heeft. David da Silva die trapt er, dus ik denk dat het een vrije trap wordt voor het team van Mengão. 3,5 minuut te spelen in deze wedstrijd. Stix 3, Mengão 2. En het veld moet gedroogd worden. 4 minuten, zegt Owe Achai Bersin. We staan voor. Verstandig spelen, dat is belangrijk. Zometeen wordt de bal weer in het spel gebracht. Het is een corner voor het team van Stix. Brito. Fabian de Walker die uitstekend gekiept heeft in deze tweede helft. David da Silva, Brito. Mooie combinatie geprobeerd althans. En dan Tuta. Het schot van Junior geblokt. Timeout aangevraagd. Ik denk door het team van Mengão. Er resten 3 minuten en 16 seconden in deze wedstrijd. En coach Ramutar die is vrij rustig. Vraagt aan Junior of hij oké is. En aan Tuta. We hebben een doelpunt nodig. Dat is ongetwijfeld wat door de mind gaat van al deze mannen hier. We hebben dat doelpunt nodig. 1 doelpunt op zijn minst gelijk. En aan de andere kant wordt duidelijk gemaakt dat er nog 3 minuten te spelen zijn. En dat rust erg belangrijk is. Brito, Isaki, Lucas en David da Silva. Bij Stix met in het doel Fabian Walker. De bal wordt helemaal teruggebracht naar doelman Ryan Plein. Een intrap voor het team van Stix. Isaki op Brito. Nee, laat lopen voor Walker. Dan Walker lang. Maar de paas komt dus niet aan. Tuta. Tuta op Junior. De paas, het schot. Nog goed geprobeerd van Fabian van Dijk. Maar minder controle. Paas kwam van Junior. En het schot meteen van Dijk. Ging rakelings over het doel. Walker gaat inwerpen. Geeft aan Brito. Wie? Lucas. Da Silva. Brito. Richting Lucas. David da Silva. Isaki loopt. Dan op Brito. Hele mooie paas op Brito, maar die verliest de bal. En dan mag Mengão weer. Beetje druk van Stix. Waal. Op Tuta. Junior. Junior en Tuta hebben heel lang gespeeld. Heel veel gespeeld in deze wedstrijd. Tuta. De actie van Tuta. Op Waal, het schot van Waal. Via David da Silva over de achterlijn en een corner. Minder dan 2 minuten te gaan in deze wedstrijd. De spanning stijgt. De paas komt niet aan. En Stix mag gaan intrappen. David da Silva. We horen hier zeggen Brito Prenangating. Dat komt van de bank van Stix. Slechte paas van Lucas. En het is een intrap voor het team van Mengão. Tuta. Junior. Nog steeds Junior. Waal. Junior.
met Brito tegenover zich. Blijft in balbezit. Heel behendig deze junior. Giovanni Waal. Minder beweging in het team van Mengo. Overname. Nou, dat was acteren van Brito, zegt de arbiter. Ja, hij ging echt wel makkelijk liggen. Het veld is nat, dus moet gezwabberd worden. Iets meer dan 1 minuut te spelen in deze wedstrijd. Om precies te zijn 1 minuut en 8 seconden. De stand 3-2 voor het team van Styx. Nou, Styx heeft al 5 directe vrije trappen veroorzaakt. Dat betekent dat elke directe vrije trap nu een vrije trap wordt vanaf 10 meter zonder muur. Dit is een directe. Toeta achter de bal. Eén man in de muur. Toeta op junior. Het schot van... Oeh, net naast het doel. Goed schot van Waal. Dat wordt dus een corner. Precies 1 minuut te gaan. Junior. Druk. Van Styx. Lucas neemt over, maar verspeelt de bal. Toeta. 45 seconden te gaan. Toeta. Maakt zijn actie, gaat hij schieten? Nee. En nu komt het schot van Junior. Maar de bal gaat over het doel. Weinig tijd in deze wedstrijd. De laatste 38 seconden die gaan nu in. Spanning op de gezichten. David da Silva. Heel behendig deze Daffy. Oh, passeert Toeta mooi. Het schot van Daffy. Dat zou prachtig zijn voor Styx. 24 seconden. Let op de actie van Daffy. Dit is de actie van Daffy da Silva. Bal gaat naast het doel. En zo net dus een overtreding. Met als gevolg een directe vrije trap. Hier nog enkele Brazilianen deze spelen in de hoofdklasse voetbalcompetitie van de SVB. En we krijgen dus een vrije trap vanaf 10 meter zonder muur. Goede gelegenheid voor het team van Mengau om met nog 9 seconden te gaan de gelijkmaker te scoren. Giovanni Waal zal zich belasten met deze vrije trap. Fabian Walker in het doel. Heeft uitstekend gekiept tot nog toe. Misschien wel de laatste kans van Mengau op de gelijkmaker. Maar dan zal Giovanni Waal moeten scoren. Zo makkelijk is het ook weer niet. Behoorlijke afstand met een goed kiepende Fabian Walker. Het fluitje, de aanloop. Het schot over het doel. Over het doel geschoten. En aan de laatste seconden in deze wedstrijd. Daffy kan. Nee, nu niet meer denk ik. Einde van de wedstrijd. Einde van de wedstrijd. Styx wint deze ontmoeting met 3-2 van Mengau. Een hele mooie wedstrijd moeten we zeggen. We willen even gaan naar de winnende coach. Owe, gefeliciteerd alvast. Het is een mooie wedstrijd geworden. De spanning is hoog, de emoties lopen op. Hoe kijk je terug op deze ontmoeting? Er zijn van alle kanten wat steken gevallen. Zowel in het gebied van coaching als zeker weten de leiding van de wedstrijd. Vooral in de eerste helft. Wat cruciale fouten. Maar al met al kan ik zeggen dat we mogen spreken van... een beetje geluk aan de zijde van Styx. Dat we toch winnen met 3-2. Ik vond Mengo sowieso een gelijkspel. Dat ze een gelijkspel verdienden. Ja. Hebben jullie bereikt wat jullie wilden met jullie spelplan? Hebben de spelers daaraan voldaan? Nee, totaal niet. Nee? Totaal niet. Wat had anders gemoeten? Sowieso hebben we getraind op een 3-1 patroon. En dat kwam totaal niet tot uiting. Okay.
Ja. Jullie hebben deze competitie gedomineerd. We zijn dicht bij de play-off. Voor jullie geen gevaar meer die eerste plek. Nog twee wedstrijden te gaan. Wat gaan jullie doen in deze twee wedstrijden qua voorbereiding naar de play-off? Heel hard moeten inpraten op het ego van die jongens. Want dat is ons grootste probleem. Je bent ongeslagen, maar precies terug geef je het kampioenschap uit handen. Dat is waarvoor ik bang ben. Wie is je... Ik denk dat Mango sowieso onze... Mango en Kabelboys onze grootste concurrenten zijn. Lions onze lastigste tegenstander. Maar het wordt een zeer moeilijke play-off. Je hebt drie hele pittige tegenstanders. Maar voor jullie staat weer een stukje geschiedenis te schrijven hier. Als jullie kampioen worden, worden jullie de eerste ploeg die drie keer na elkaar kampioen wordt. Legt dat druk op jullie? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk dat het heel moeilijk is. Je wil het doel bereiken. Maar de druk, kijk, we hebben vandaag niks te verliezen en toch lijkt het alsof Stix niet met de druk kan omgaan. En Mango juist beter. Dus wij moeten gaan werken aan de ik van de jongens. Hoe gaan we ermee om? Wel een mooie zaalvoetbalavond. Dat zeker, met alle emoties. Ik hoop dat het publiek heeft genoten. En ik ben heel erg blij met de komst van jullie allemaal. Ook de pers. We kunnen het. Dankjewel Owe en veel succes verder. Dankjewel Marjana. Rabinder Achaiber Singh, hij is meer bekend als Owe, dat weet iedereen over wie ik het heb. De coach van Stix, de winnende coach. Het is inderdaad een hele emotionele wedstrijd geworden die gewonnen werd door Stix met 3-2. Daarmee blijven ze ongeslagen, daarmee blijven ze de ploeg in de competitie die in principe de grootste kans hebben is op het kampioenschap als je kijkt naar de afgelopen competitie, de bijna afgelopen competitie. Maar dat legt natuurlijk ook enorme druk op jou. Nou, hopelijk heeft u ook genoten van een hele mooie zaalvoetbalavond, een hele mooie zaalvoetbalwedstrijd. Mede namens regisseur August Sussen en de totale ploeg van ATV die hier aanwezig is, groet Marciano Zalman. En we zijn zeker terug heel gauw met meer live zaalvoetbalreportage. Voor een rijke heer, deze minder geldproblemen, maar ze twijfelt meer. Meet hij het echt met me? Ben ik liefde waard? Loop je met zo'n twijfel en verdriet? Dit is mijn vraag. Neem je tijd, ik je mooi. Je baby, neem je tijd, ik je wijn.